Ja, hier is Moreno Hoflat. We gaan niet voor het wielrennen. Nee, echt voor de muziek. Bauke Mollema. De ene na de andere wielergrootheid betreedt het podium in Roosendaal. Maar al dat sportieve gedoe kan niet iedereen bekoren. Op het naastgelegen veld vermaken honderden bezoekers zich met hele andere dingen. Je komt iedereen tegen die je lang niet gezien hebt. Ja, is gewoon leuk. Dat is de gezelligheid onder elkaar. En dat er dan ook nog gefietst wordt, dat interesseert u niet zoveel? Nee, niet echt. Hier is Nairo Quintana! Ja, ik denk dat Quintana gaat winnen, dus alsjeblieft kijken, hè. Alsjeblieft gaan we kijken. Om 7:15 gaat de wedstrijd bij de mannen van start. En de echte fans zitten natuurlijk op de eerste rij. Als de Tour uitgezonden wordt, dan mag mijn man kijken wanneer we eten. Want ik heb nergens geen tijd voor. Hè. Ik moet de Tour kijken. Ik moet de Giro kijken. Ik hou het helemaal bij. Ik vind het gewoon heel erg een mooie sport. En wie gaat er winnen vandaag? Ik hoop Mollema mag. Ja, ik heb hier voor Bauke Mollema. Waarom? Misschien dat je een lekker kontje net of zo. Dat zou kunnen. Maar dat zou ik wel leuk vinden, Timo. Ja. Wie is jullie favoriet? Johnny Hoogeland. Maar gaat Johnny Hoogeland ook winnen? Nee, die gaat niet winnen. Nee. Goed, dat is wel een wielerheld natuurlijk, hè. Met zijn... Daar komen ze weer. Zometeen missen jullie. Ja, komt goed. We kijken gewoon. Komt goed. Dankjewel. Geen Hofland, geen Mollema en geen Hogerland. De 36e editie van De Draai van de Kei werd gewonnen door de Colombiaan Quintana. Al vond niet iedereen dat heel interessant.